keer nemen we een kijkje in een verlaten huis langs een drukke weg. Binnen kwamen we er al snel achter dat hier oude mensen hebben gewoond. Vol met videobanden. Kijk, we komen aan in de keuken. Zo je ziet staat er nog van alles in. En het is wel één grote zooi. Hier zit ook nog van alles. Hier is de cv-ketel. Om er heus mee op te warmen natuurlijk. Het lijkt wel of heeft hier iets zo'n beest geleefd of iets. En een toilet die gewoon compleet droog staat. Er liggen nog koelelementen in. Er liggen nog wat dit is ook heel smerig. Is dit huisje wel compleet overhoop gehaald. Ja. Ik ga naar boven. Ook weer een slaapkamer. Schilderij van herten. En hier staat een home trainer. Wauw! Is dat een echt gebit? Nou ja, gewoon een kunstgebit. Dus het is een kunstgebit. Kunstgebit. Ja. Je lijkt dan wel nieuwe nieuwe isolatie. Nou ja, nieuw. Ik heb bijna zo. Dat is het. Er staat nog een vintage computer. Het is wel een aardig oude. Power Macintosh 7200. Met een mooie rijtenlamp of van touw gemaakt. Zo creatief. Nee, in die kast er zit gewoon echt helemaal niks meer. Hier heb je nog allemaal cd's. Video's. Videobanden. Ja, videobanden.
allemaal over dieren enzovoort. Kijkend wat we hier nog had. Administratie. Cassettebanden inderdaad. Bakjes voor ringen. Ja, ligt hier nog. Een handtas. Ja. Ja, ik denk ook dat het een van de redenen is misschien dat het verlaten is. Met een mooie open haard, zoals je ziet. Van Karel. Ik weet niet wat voor logo er precies op staat, maar... En ze had iets van katten. Zoals je ziet. En, had hier nog een kaart hangen. Een omgeving. Ja. Ik denk dat dit van de omgeving is, ja. Daar had hij ook allemaal nog cassettebandjes. We denken zelfs dat hier mensen zitten. Mensen moeten hier nu weg. Zet een hond.